welkom bij een volgende les. Vandaag gaan we een simpele groentesoep maken. Nou, vorige keer hebben we een boerenomelet gekozen. Ook iets wat je in de lunch kan maken, maar ook 's morgens kan maken. Iets wat gezond is. Ik heb nu voor mijn soep gekozen. Een groentesoep, vegetarische groentesoep. Het is natuurlijk heel erg belangrijk om gezond te eten in deze tijd van het coronavirus. Nog belangrijker, want de meeste van ons bewegen toch minder. We zijn minder onderweg. We kunnen niet meer sporten zoals we dat gewend zijn. We hebben een meer daginvulling, waardoor dat we toch al sneller stil zitten. Daarvoor is het belangrijk om weinig vet te eten. Daarbij ook weinig koolhydraten. Het beste wat je eigenlijk vooral kan doen is eigenlijk water. Water drinken, veel groenten consumeren. En daarvoor zijn we dus uitgekomen op een groentesoep. Een groentesoep, hoe gezond is een groentesoep? Laat ik vooropstellen dat een groentesoep natuurlijk het allergezondste is. Wanneer de bouillon ook zelf maakt, met groenten doet trekken. Maar goed, dat is tijdrovend. En ik vind het nu vooral belangrijk dat we ook kijken van wat is voor onszelf thuis makkelijk haalbaar. En hoe kunnen we daar het beste thuis mee aan de slag. En daarvoor vind ik het voor de beginlessen vooral belangrijk dat we dat we eerst simpel beginnen. De groentesoep. Ik zal laten zien welke ingrediënten dat we gaan gebruiken. Ik ben zelf ook weer de koelkast ingedoken. Hetzelfde als bij een boerenomelet is het bij een groentesoep eigenlijk hetzelfde. Dus de spulletjes wat je hebt liggen vaak al voldoende zijn. En dat je het niet hoeft bij te nog extra dingen hoeft bij te halen. Goed spulletjes opmaken wat in de koelkast liggen. Bij mij in de koelkast lag een courgette. Nou, helemaal prima. Kunnen we goed gebruiken. Een stuk wortel hebben we ook in de boerenomelet gebruikt. Gaan we vandaag weer gebruiken. Heel erg lekker. Een stukje paprika. Verse kruiden. Een ui. En een teentje knoflook. Daarnaast, straks, hebben we iets van olijfolie nodig, maar heel weinig. En daarbij een bouillonblokje. Dit is eigenlijk, ik vind het toch belangrijk dat jullie er bewust van zijn. Het is niet ongezond, we gaan daar in de zomer veel zweten. Als je zweet, dan komen er zouten vrij. Is goed als je vooral bij sporten dat zouten wordt aangevuld. In bouillon zit heel veel zout en eigenlijk te veel zout. Het is wel een makkelijke manier om de soep te starten. Vandaar dat we hiermee beginnen. Maar let erop dus geen extra zout meer toevoegen omdat de bouillon al heel erg zout is. Goed. Het is een hete zomermiddag, we willen toch iets gezonds eten en we zijn de koelkast ingedoken en we hebben gezien dat we nog wat groente hebben liggen. Er lag nog een bouillonblokje in de kas en nog een beetje olijfolie. Nou, ik zeg, we kunnen prima aan de slag. Daarvoor hebben we natuurlijk wel nog wat materialen nodig, die laat ik verder. Laat ik nu nog even zien. Iets van bakjes, je kunt zelfs koffiekopjes gebruiken voor daar de groente per soort in te doen. Straks een pannetje, een klein pannetje voor de soep in te maken. Ik ga dadelijk 1 liter gebruiken. Ik gebruik ook 1 bouillonblokje op. En verder nog heb ik een klein mesje en een wat groter mes wat ik ga gebruiken. En je mag ook een weegschaal eventueel gaan gebruiken. Want als je wil kijken van, nou, ik ga voor 4 personen soep maken. Dan
zou het helemaal fantastisch zijn als je dan kan zorgen dat je per persoon 200 gram groente in de soep kunt doen. Want 200 gram is de dagelijkse hoeveelheid groente wat het gezondste voor jou is. Dus als jij aan de 200 gram komt groente per dag, ben je heel goed bezig. En daarvoor gaan we dat al dadelijk direct in de soep verwerken. Oké. Ik heb hier mijn groenten, die heb ik gewassen. En ik begin zo meteen met het schoonmaken van de groenten. En we gaan vandaag ons concentreren op de Chinese ruit, oftewel Chinoise. Het is een van de moeilijkste snijtechnieken, omdat we ruitjes gaan maken. Vorige keer hebben we blokjes gemaakt bij het boerenomelet. En het is gewoon heel leuk om jezelf uit te dagen. En we gaan vandaag al eigenlijk een stukje verder. Vorige keer hebben we de julienne behandeld. Dat zijn reepjes. Brunoise, dat zijn de blokjes. En vandaag gaan we met de courgette, de paprika en de wortel Chinese ruit laten zien. En de ui en de knoflook gaan we snipperen. Voor de courgette ga ik eerst weer zorgen, zoals we altijd doen, veiligheid. Als ik hier al repen van ga snijden, nou zo lang is mijn mes helemaal niet, daar kom ik niet mooi uit. Nee, dat ga ik anders doen. Ik ga zorgen dat de courgette weer mooi stevig kan liggen op mijn werkbank. En daarvoor maak ik hem een stukje korter. Uiteindelijk snij ik een heel klein beetje weg, want die zijn bij mij wat droger. Deze lag al zo in de... Zo. Ik ga de zijkanten van de courgette gebruiken, die zijn mooi groen. En dat die kleuren wil je dadelijk terug hebben in je bouillon. Daar komen we dadelijk op terug. Smaak is natuurlijk heel belangrijk, maar het oog wil ook wat. De juiste snijtechnieken. Zet het mes netjes neer. Kijk dat men ongeveer een halve centimeter dikke plakken snijdt. En zo zie je, dit doe ik netjes in het afvalbakje, de kern van de courgette. Vaak heel lekker in pasta's, vandaag voor de groentesoep kunnen we hem niet gebruiken. We hebben dikke plakken gesneden van de courgette. Zo gaan we dadelijk verder met de rest van de groenten in het volgende filmpje. Nou, de courgette is in plakken gesneden. Ik ga eerst alles schoonmaken, zodat ik alleen nog maar hoef te snijden. Ik vind dat de meest prettige manier van werken. De plakken gaan heel even in een bak. Dat komt dadelijk toch bij elkaar. En dan kan ik nog makkelijk eruit halen. De paprika gaan we ook schoonmaken. In dit geval snijden we de paprika één keer met grote mes naar midden. Ik pak weer het afvalbakje. Ik haal het binnenste van de paprika er weer uit. Dat heb ik natuurlijk ook al bij de boerenomelet gedaan. Zo ver ik met mijn vingers dat eruit halen. Zo. Deze zijn ze vers schoon, maar daar, hier zit nog het witte. En hier ook, dat wil ik er ook nog uit hebben. Dus ik snijd de paprika nog één keer door midden. En ik snijd hem nog een keer door midden. Oh, het bakje weg zit, zodat jullie het goed kunnen zien. Ik heb nu eigenlijk parten gesneden. Ja, hier nog niet. Doordat ik hier de parten al gesneden heb, kan ik hier
Met de witte. Uitsnijden. En dan in het afvalbakje doen. Ja. Nu zie je eigenlijk dat die paprika helemaal schoon is. Ik zie dat de camera iets ver afstand, op een verre afstand staat, dus ik ga heel even een aanpassing doen. Ja, kijk, zo zien jullie mijn handen toch iets beter. We gaan nog even verder met het uitsnijden van het witte van de paprika. Dat is heel erg bitter, dus dat willen we niet in onze soep hebben. En daarbij moeten we zorgen natuurlijk dat onze plakken weer mooi recht zijn, dat we daar mooie chinoise van kunnen snijden zo meteen. Leg deze weer even aan de kant. Hop. Hop. Als ik iets te snel ga, jullie kunnen altijd natuurlijk het filmpje stopzetten en weer doorspoelen als jullie de plakken gesneden hebben. Hier ga ik ook weer mooi het witte uitsnijden. Yes. De wortel. Gaan we natuurlijk even mooi schillen. Kontje van de wortel weer op de snijplank. Alleen de vliegtuigen vliegen in de lucht. Ja, dit kan weer mooi in de afvalbak. De wortel, je ziet, hij loopt een beetje krom. We zorgen dat deze ook weer, dat we daar mooie plakken van kunnen maken. Ik snij hem één keer naar midden. Ik snij één kant af, zorg dat hij daarna stabiel komt te liggen. Ik kan maar draaien. Hij kan zo. De zijkanten gaan in dit geval weg, die snij ik heel dun weg, zodat er een vierkant blokje ontstaat. Hier zit een beetje groen. Mooie vierkante blok. Hier hetzelfde. Ja. Ik ga er geen mooie plakken van maken. En dan lijkt het eigenlijk mooi mijn chinoise kan snijden. Je ziet, die zijn iets schuiner, maar dat maakt. Die zijn iets schuiner, maar dat maakt niet zoveel uit. Mijn plakken van de groenten zijn zover klaar. En dan gaan we dadelijk over naar het snijden van de chinoise. De chinoise gaan we beginnen. Ik pak een bakje waar ik dat gesneden groenten in kan doen. Ik begin mooi met de courgette.
En dadelijk is het eigenlijk bij elke groente hetzelfde. We hebben overal plakken van gesneden, van de paprika, de wortel en de courgette. En daarvan gaan we nu de ruit snijden. We beginnen met julienne. Maak eerst repen. Gelijke repen, heel belangrijk. Ja. En in plaats dat we hier blokjes van gaan maken, ik gebruik in dit geval eerst twee, gaan we Chinese ruit maken. Ik zet het mes neer. Ik kijk heel goed wat ik hier een schuine lijn krijg. Ik zet het mes schuin in. Deze zijn geen mooie ruitjes. Dus die gaan dan ook weg. Want nu kan ik pas met mijn ruit. Ik kijk nu aan de andere kant van mijn mes. Totdat ik hier een mooie ruit zie. Je moet hierbij denken bijvoorbeeld aan bij kaarten. Aan de ruit wat dan op de kaart staat. Even het zo mooi kunnen zien. Zo'n mooie ruitjes. Je ziet, het zijn geen blokjes. Hoe ik ze ook draai, het blijft een ruitje. Ja, het lijkt eenvoudig. Maar voor de eerste keer kan het uitdagend genoeg zijn. Elke keer je kijkt, ik zet zo mijn mes. En je pakt hem iets verder totdat je ziet dat aan deze kant een ruitje is. En dan snij je hem af. In dit geval doe ik dus ook dat laatste, daar kan ik geen ruitje meer van snijden. Allora. Doe ik weg. Waarom? Straks in je groentesoep wil je een heel mooie garnituur hebben. Wat we nu te snijden zijn. En het is dan zonde als daar stukjes bij zijn wat niet mooi naar uit gesneden zijn. Terwijl dat je daar zo erg je best op hebt gedaan. Voor je kok zal dan verder zijn, ga je op een gegeven moment zorgen dat je de afstand weet hoe groot de ruit is. Waardoor je al sneller kan snijden. Maar let op dat die ruit mooi hetzelfde blijft. Nu hetzelfde met een stuk paprika. En de wortel spreekt van zich. Maak eerst de repen. Ja. En vanuit de repen gaan we weer de ruit inzetten. Eerst één keer schuin wegsnijden. En vervolgens. Hebben we weer mooie ruitjes, ook van de paprika gesneden. Is het je nog niet duidelijk genoeg? Je kan altijd op internet nakijken. Ik zorg er ook voor dat er nog een linkje komt met extra, waar het nog een keer extra de snijtechniek in verduidelijk wordt. Als je er meer moeite mee zou hebben. Laat het ook even weten als je er niet uitkomt, als het niet lukt. Dan gaan we het samen proberen te doen. Komt helemaal goed. Zoals je ziet, mijn garnituren zijn gesneden. De paprika. De courgette. En de wortel. Ik ga even een stukje eruit pakken. Je ziet ook dat de garnituur even groot gesneden zijn. Belangrijk bij soep is dat de garnituur van dezelfde maat is. Als je hele grote stukken gaat snijden, noem maar op, dan is dat met een lepel gewoon heel lastig eten. Dus zorg ervoor dat je garnituren van dezelfde formaat zijn en dat ze mooi op de lepel passen.
Goed, ik zet mijn garnituur weer heel even aan de kant. Ik pak mijn ei en de knoflook erbij. Eerst even de overige schil, losse schil er los zit van de ei af. Ja. Zo. Dan. Kopje. Kontje van de ei. Kopje. Kontje. Ik leg die. Hier is het kopje. Hier is het kopje. Ik leg hem zo neer. Ik snij met mijn mes. Eén keer naar midden. Belangrijk om precies hetzelfde te snijden. Ik kan hier makkelijk het buitenste velletje van de ei loshalen. Door hier aan te trekken, alleen het buitenste los te trekken. Ik ook in mijn afvalbakje. Ja. En zo zijn mijn uien eigenlijk klaar om gesnipperd te worden. Mijn uien liggen plat op de snijplank. Hier zit het kopje. Hier zit het kopje. Ik snij hier een heel klein plakje vanaf. Ja. Ongeveer zo. Omdat ik deze kant recht wil hebben. Ik zie dat we het best lastig kunnen zien. Ja. Hetzelfde bij de andere. Ik maak deze kant recht. Kontje. En het kopje blijft eraan zitten. En dan gaan we een dwarssnede maken. In totaal 2. Tot ongeveer hier gaan we hem insnijden. Eerst met deze snede, want de andere zijn dadelijk moeilijk te maken als je het andersom doet. Dan de volgende, pas op met je vingers. Ja. Zoals je ziet, kan ik de ei, heb ik 2 sneden erin. Ik kijk hier, van boven ga ik 3 sneden maken. En ik let daarbij op waar de snede stopt. Hallo, excuses, er ging heel even iets mis met het opnemen. We hadden laten zien dat er de sneeën in de uien zitten. En we gaan die van bovenin insnijden. Niet dat helemaal achterdoor. Ook op internet vind je veel informatie van hoe je perfect een ui kan snipperen. Klauw, we houden de ui bij elkaar. We gaan met het mes met de locomotief beweging. Mooi langs de ei af. Hoeft niet helemaal tot het einde. Zover als de snede strijken. En je ziet een heel mooi resultaat. Wat ik heel mooi in onze groentesoep kunnen gebruiken. Zo.
een mooi gesnipperd uitje. Pak hier even een doekje. En hier ook nog de knoflook schoonmaken in een teentje. Dan ga ik eigenlijk precies hetzelfde doen. Alleen dan nog fijner, omdat de knoflook ook veel kleiner is en veel nog sterker van smaak dan de ui. Ik pel de knoflook, ik doe het gewoon een beetje met mijn vingers. Krijg de knoflook wel mooi schoon. Je kan normaal gesproken natuurlijk ook een knoflookpers gebruiken. Maar omdat wij snijtechnieken zijn te oefenen, vinden we dat natuurlijk niet geen uitdaging. Hier is het kontje. Nu doen we over de hele knoflook eigenlijk hetzelfde. Een kleine sneetjes. Zo in. En dan ga ik met het kleine. Een plakje tussen zitten. Zo. En ook dat kunnen we nu mooi gaan opmaken in de groentesoep. Dan hadden we nog de kruiden. Die halen we van het takje af. Basilicum. In principe kunnen alle kruiden zijn gewoon lekker. En vooral de zachte. Peterselie. Bieslook. Basilicum, kervel, allemaal lekker de groentesoep. Ik zou een beetje, kijk, rozemarijn en tijm, dat vind ik dan een beetje te overheersend. Kun je, zo. Een propje van, ik snij eigenlijk van even. De kruiden gaat straks als het laatste bij de soep, eigenlijk een beetje als garnering. Versiering van het gerecht. Ja. Zo hebben we alles netjes gesneden. En dan wordt dadelijk de truc. Oh, ik zal dat zo. De truc om olie even in het pandje doen. Matig vuur. De knoflook en het uitje, dat gaan we aanzetten, aanzweten, matig vuur, het hoeft niet bruin te worden, lekker aanfruiten, smaken vrijkomen. Dan 1 liter water afblussen, dus de ui en de knoflook afblussen met 1 liter water. En dat laten we aan de kook komen, zodra het aan de kook is. Beginnen we met eerst onze harde groenten af te koken. Dan de middelmatige groenten qua hardheid. En als laatste het rouget. En daarna is het eigenlijk alleen nog maar een bouillonblokje toevoegen. En afgarneren met de kruiden. Jullie zullen zien, het bouillonblokje doe ik pas op het laatste toevoegen. Omdat de bouillon ook al de soep kleurt. En dat heeft je invloed op het afkoken van de groenten. Hallo, zoals afgesproken, ik heb de pan op staan. Nu matig vuur, ik ga meteen een beetje olijfolie toevoegen. En eigenlijk, olijfolie gaat nu warm worden, ga ik onmiddellijk de ui erbij doen. En de knoflook. Maar als ik aanzet. Het is nu amper warm. Ik zal hier even een houten spatel hebben.
kan ook in deze pan met een lepel. Dat vind ik nou het waterfijnste. En nu gaan we zorgen dat deze kleur begint te krijgen. Ik zet hem hier even wat hoger, anders worden de filmpjes te lang. Ondertussen heb ik net, sorry om deze kant erin, 1 liter water gepakt. Dat is raar dit eigenlijk. Johan, ik zal hem weer lager. Matig vuur. Ik begin te ruiken, smaken komen vrij. Altijd opletten dat het niet te warm is, de pan, anders kan het ergens spetteren, dat willen we natuurlijk thuis niet hebben. En nu gaan we het water verder aan de kook brengen. Mijn water is het koken en eigenlijk als het direct als het koken is, kan ik het op middelmatig vuur zetten, middelmatige temperatuur. Als water eenmaal kookt, dan kookt het. En ik ga mijn harde groenten bijvoegen. Ik ga beginnen met de wortel. Wortel erin. Laat ik 2 minuutjes koken. Ik zet me weg even 2 minuten. En dan sta je lekkertje is afgelopen. Ja. Dan ga ik de paprika erbij voegen. Eén keer doorroeren. Door de paprika goed. De temperatuur van het water weer heel even af. Ik zorg weer dat hij een keer aan de kook komt. Wacht weer 2 minuten. Ik doe het nu al iets sneller omdat de filmpjes anders te lang worden. Bij de volgende film gaan we daar anders te werk. Krijg je professionele materiaal. Nu, 2 minuten later gaat weer de courgette erbij. We roeren weer door. Je ziet eigenlijk al dat het een heel mooi soepje begint te worden. Nu is het nog maar een kwestie van goed aan de kook te laten komen. Het gaat nog 2 minuutjes, het water is warm genoeg zodat ik een bouillonblokje kan toevoegen. Dat lost zich vanzelf op, je hoeft niet met een garde of nog wel een bouillonblokje erbij. Krijgen we er al een beetje. En dan maar een kwestie van roepen. Thank you.
zal dit kommetje pakken, kun je het beste zien. Lijkt de soep uit te schenken. Je bepaalt natuurlijk zelf altijd de uiteindelijke smaak van de soep. Hoe hard het de groente of je zei. Sommige mensen, vooral oudere mensen, wat moeite hebben met kouwen. Die vinden het juist heerlijk als die groenten helemaal gaar zijn gekookt. Nou, geen probleem, kun je de soep lekker lang laten opstaan, dan zijn die groenten helemaal gaar gekookt. Vitamine blijven wel in het water, omdat we ze niet hebben voorgekookt. Dus het soepje blijft gezond. Het soepje is ook heel goed te bewaren. Laat hem afkoelen op je aanrecht. En 2 uurtjes tot 3 uurtjes daarna in de koeling zetten. En als hij dan helemaal koud is, in een bakje doen en in de vriezer. Dat is het voordeel de volgende keer als je dan even lekker met de lunch iets wil maken. Dan hoef je maar het soepje uit de vriezer te pakken en te ontdooien. En je kunt hem zo opwarmen, wel daarna weer even goed tegen de kool gaan laten komen. En je hebt de soep alleen maar lekkerder, want die smaken die trekken nog meer in de bouillon. Nou, ons soepbakje, onze groenten. Ik heb er bewust geen vermicelli dit keer bij gedaan. Het is toch witte pasta en dat maakt het eigenlijk alleen maar ongezonder. Een beetje kruiden daar bovenop. Of jullie dat kunnen zien. Een heerlijk mooi soepje. Kijk, dat ziet er heerlijk uit. Onze soep. De groenten hebben we lekker, nog lekker beetgaar. Zo vind ik hem het lekkerste. En ik hoop dat jullie ook lekker gaan genieten van de soep. Natuurlijk heel erg belangrijk. Let op de snijtechnieken. En ik hoop dat jullie volgende les er weer bij zijn. Dus tot de volgende keer. Dankjewel. Goed. Hoi hoi.